Een van de meest populaire producten in Amerika is Dropcam, Internet of Things. En dat is een cameraatje wat zeg maar op het internet gebruikt kan worden om je kinderen in de gaten te houden, je huis in de gaten te houden, alarm, et cetera. Nu zag ik dat Panasonic ook zo'n product heeft bij Nubo. Dus ja, het is niet Panasonic, maar op de Panasonic stand. En wat is dit nou aardig hieraan? Het is een cameraatje wat je gewoon overal neer kan zetten. Het is magnetisch. Er kan een batterijtje in. En die kan gewoon via wifi videobeelden uitzenden, maar ook via 4G. Er zit een simkaartje in en je koopt het voor €229. En dan heb je gewoon een simkaartje erin en dan betaal je €7 of €8 per maand. En dan kan dat ding alarm geven als er gewoon beweging is. Dus dit is nou echt gewoon een leuk voorbeeld van de Internet of Things. Dropcam is zo succesvol dat er meer video wordt geüpload door Dropcam dan door YouTube. Dus het is echt heel erg veel. Nou, dus dit product, hier kun je het zien. Kun je dat uitlezen met je iPad, met je telefoon, met je MacBook. Je kunt ook met deze knop kun je praten. Dus je kunt gewoon ook gewoon praten met iemand. Er zit gewoon een luidsprekertje in en een microfoon. En je kunt ook gewoon foto's maken die in de snapshot zitten. Je kunt ook alarmen instellen dat er op een bepaalde manier iets moet gebeuren. Dus dit is echt een aardig product. Ik vond het wel heel bijzonder dat Panasonic dat gemaakt heeft. Want het voelt veel te consumenteninnovatief-achtig. En dat blijkt ook wel van Tijmen, jij hebt dit bedrijf 1,5 jaar geleden verkocht aan Panasonic? Klopt, ja. Wij zijn eigenlijk nog steeds een start-up. We hebben 1,5 jaar geleden ons bedrijf dus verkocht aan Panasonic. En cameramanager was eigenlijk al jarenlang marktleider in Europa voor cloud-gebaseerde videosurveillance. In de business to business, ja. In de business to business. En gelukkig heeft Panasonic toegestaan dat wij een nieuw revolutionary product mochten gaan maken. En, ja, je mocht gewoon een verbeterde versie van Dropcam in Europa, precies, zeg maar, introduceren. Precies. Nou ja, de media heeft het een beetje opgepakt als de Dropcam killer. Zijn natuurlijk niet onze woorden, hè? Dat hebben ze zelf zo gebracht. Nou, er is vast één media geweest die dat gezegd heeft. Ze zullen niet shaken in their booth. Hey, deze sim die erin zit, van wie is die? Die komt van Vodafone. We hebben een deal met Vodafone. Dat is de eerste carrier die wij gaan uitrollen. En zij supplyen de simkaart. Als je de camera koopt, zit die er standaard bij. En je kunt hem activeren op nubocam.com. En je kunt hem voor een maandje gebruiken, geen contract. Dus je kunt flexibel upgraden, downgraden. Ideaal. Ja. En dan voor €8 per maand, geloof ik? Ja, $7 to $10 gaan we uitkomen later dit jaar. Is het abonnement. Je krijgt 4G-data erbij. En je krijgt cloud storage voor 7 dagen. Dus een totaal pakket eigenlijk. Ja, en dat ding dat kan dan reageren op alarmen. Want hoeveel uur video, zeg maar, monitoring zit er dan bij eigenlijk als je dat dan koopt voor 10, zeg maar, €8 per maand? Er zit 250 interacties met je camera over het mobiele netwerk. En dus de 7 dagen cloud storage. Maar je kunt ook gewoon via wifi doen en dan is het gewoon gratis. Via wifi, er kan een SD-kaart in tot 2 terabyte. Dus je kan ook gewoon lokaal opslaan. Dus heb jij problemen met je privacy of voor wat voor reden dan ook, slaat lekker lokaal op en gebruik de camera zonder abonnement. Oké, wanneer ga je shippen? Eind dit jaar, november beginnen. Eind dit jaar? God, ja. Nou, we moeten nog even wachten zo. Even wachten nog. Het werkt al, maar je moet nog fabriceren. Ja, precies. Er zijn nog een paar dingetjes die we moeten doen. En dit is wel een goed moment om het te announcen natuurlijk op Mobile World Congress. Ja. Met zo'n batterijtje, hoeveel autonomie heb ik dan? Als de spanning uitvalt, hoe lang werkt die dan? 2 tot 3 uur op een gemiddelde batterij. En als je hem in hibernate mode zet, dat betekent dat hij alleen alarmeert op het moment dat er iets gebeurt. Dan kan hij tot een halve dag meegaan. Halve dag. Nou, het is nog geen jaren zo op een batterijen. Maar goed, een nuttige functie. Wil je gewoon je kinderen in de gaten houden? Je huis, je zwembad, je plakt zo'n ding tegen de muur aan. Gewoon via 4G, hoeft niks te doen. En einde van dit jaar.